Op 6 juli vond in Eelse voor de 31ste keer het Koningspopfestival plaats. Aan de oevers van de Maas genoten een paar duizend liefhebbers van de muziek van een aantal internationale groepen. Onze cameramannen genoten met, maar maakten ook een volgende impressie van dit muzikaal gebeuren. Dames en heren, we gaan beginnen met de 31ste Koningspop. Wat over? 31ste Koningspop. Oh, ik denk, wat doen jullie? De 31ste keer. Uit het lijn van Triggerfinger en Urbanus en Koning Boudewijn Whalen. Is dat wel komen ze hier, verrug. Rosa Parks!
Nieuwstad, Nieuwstad, uit Lemmerich, Fin de siècle. En ik sta hier met drie van de bandleden, de zangeres Giel. Sjoerd. Ja, de zanger en de gitarist en de mandolinist, als het mag zo, hoe het mag spreken. Ik ben Kylie, ik zing. En ik doe net waar ze mij voor kennen gebroken. I'm filling in the gaps. Wat doen ze net voor ze zich willen gebruiken? Is dat gitaar, bas, alles? Ja, bas is er meestal al, maar accordeon en effecten, een beetje sferische dingen, een beetje zo'n shaker, net die dingetjes die je af en toe ontbreken. Go!
So good to be here, what a great fucking place.
nice, mate. Nou ja, het kan raar verkeren op Koningspop. Ik bedoel, pick no's willies. Iedereen stond er klaar voor, maar op het laatste moment belden ze dan toch af. Maar gelukkig toverde Hans Smeets, met dank aan Giel Scholders van lokale Omroep Stijn, toch niet iemand uit de Hoge Hoed. Guy Smeets en zijn band, welkom. Hallo. We horen het publiek nog op de achtergrond een beetje galmen van We Want More, want ze gingen tekeer rijden. Hoe was het optreden? Nou, was te gek eigenlijk. Wat heb je in die tussentijd allemaal gedaan? Want je werd toen gebracht als het jonge talent, tenminste Giel, zo breng je het dan. De belofte van Limburg. Wat heb je in al die tijd gedaan? Nou, volgens mij was het 3 jaar geleden. Ik weet niet meer zeker. Maar volgens mij was het 3 jaar geleden. Nou, ik heb 2 keer op een bevrijdingsfestival gespeeld in Roermond. Met andere bands meegedaan. En dat waren 11.000 man dat er voor mijn neus stonden. En ja, dat was natuurlijk wel een hele kick. En sindsdien ben ik van mijn podium zenuwen af en zo. En ik heb het in die tijd eigenlijk, ja, ik had mijn band Generation Guy. En op een gegeven moment, ja, andere ze hadden zangeres, nou, nieuwe zanger, drummer, andere bassist. En toetsen is Colly Frans en ik had altijd al hem in mijn band. Nou, ik kon er geen vinden. Las ik op Facebook dat Colly weg was bij zijn andere band. Denk ik, ja, dit is mijn kans. En ik kwam me nog herinneren dat we s'avonds naar een kroegje wouden gaan en ik had er helemaal geen zin in, weet je wel. En pap zei, ja, kom nou mee. En wie staat er? Ja, Colly, weet je wel. Nou, ik was hem om me heen aan het draaien en durfde eigenlijk niet te vragen. En op een gegeven moment zegt hij, ja, wil je me wat vragen? Zo, ik zeg, ja, eigenlijk wel, weet je wel. En zijn we in gesprek geraakt en op een gegeven moment dacht ik van, ja, alsof die bij mij wil repeteren. En hij zei zelf ook, waar moet zo'n oude lul als ik met zo'n jongen van 14? Toen was ik nog 14, ja, en dan komt er dit uit. Dus heb ik een nieuwe band opgebouwd, nieuwe set, eigen nummers zijn we gaan maken. En we willen aan het eind van het jaar een cd'tje opnemen. Oké, dus eind dit jaar een cd'tje. Hoeveel nummers? 10. Kijk, dus gewoon een volledig album. Top. De ambities zijn hoog, maar ik bedoel, je staat nu op Koningspop. Dit ruikt naar meer, neem ik aan. Wat is je absolute doel? Royal Albert Hall in Londen. Over hopelijk aantal jaren. Nee, ik heb vroeger keek altijd Joe Bonamassa. Hij is wel een van mijn idolen. En hij had dus een dvd van Albert Hall. En ik zag die hal en ik denk, daar wil ik ook staan. Ik kan me herinneren, toen ik 11 was, heb ik een singeltje opgenomen in Londen. Mijn toenmalige drummer, die heeft daar een studio. En dat was eigenlijk mijn eerste studioervaring. Dus echt studio in 2 dagen en heb ik alleen maar Little Wing opgenomen eigenlijk. En toevallig was er die dag een rondleiding in Albert Hall. Maar een speciale rondleiding waar je ook backstage mocht, waar de vrachtwagens binnenkomen, bij de kleedkamers en zo. Ja, toen ik dat zag, dacht ik, nou, hier wil ik staan. Zag je allemaal foto's hangen van B.B. King en zo, ik denk, daar wil ik tussen komen. Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd, binnenkort, over een paar jaar in ieder geval, tussen de foto's van B.B. King en alle andere grote der aarde, niemand minder dan Guy Smeets. Guy, bedankt. Ja, succes nog. Dankjewel. Don't hate.
dames en heren, laat ik betoveren door een dame uit Berlijn die in de traditie van Hildegard Kneef en Marlene Dietrich hier een geweldig stukje muziek kan brengen. Dames en heren, uit Berlijn, Andrea Schröder. Come down and lay with me, sleep with the devil and I'll set you free. Lay with the devil and I'll set you free. Sleep with the devil and I'll set you free. Come down and lay with me, sleep with the devil and I'll set you free. Lay with the devil and I'll set you free. Sleep with the devil and I'll set you free. She's standing in front of me. All she needs is love. Waiting and wanting me. All she needs is love. I know how hard it can be when all you need is love. Why, why?
I know how hard it can be when all you need is love. Spelen we de volgende? Doe het dan zelf! Duizend flessen in een doosje. Ik begin en pak ze. Zij filmt jullie. Laat je zien daar. Je zegt dat ik het zo moet doen. Oh. Je vindt dat ik het zo moet doen. Beetje saai, hè? Kom, gasten. Springen. Hey. Doe het. Fluister jij?
Je zegt dat ik het zo moet doen. Oh, oh, oh. Je vindt dat ik het zo moet doen. Hey, hey. Je raakt je eigen stem. Doe het dan zelf, doe het dan zelf. Doe het dan zelf, doe het dan zelf. Doe het dan zelf, doe het dan zelf. Dames en heren, uit Doetsen, op Doetsen. Hij komt van Mars. Op Doetsen, dat is Jonas. Met je lijf en je lange benen, je platte buik en je Heineken in de war. Je pas op voor de lakens en schatje, ik moet morgen zo vroeg op. Je zegt dat ik het zo moet doen, oh, oh, oh. Je vindt dat ik het zo moet doen.